Goedenavond, mijn naam is Jennifer Munslag en ik mag jullie van harte welkom heten bij de eerste editie van Focus. Focus on me. Nee, Focus is een online talkshow van de Nederlandse Filmacademie. En waarin ik eigenlijk in gesprek ga met inspirerende makers, game changers, artiesten, noem je wat ze wil. Maar mensen die snappen hoe het werkt in het filmlandschap. En aan de hand van thema's mag ik daar van alles over vragen. Jullie kunnen trouwens ook meedoen met vragen, want aan het einde van de aflevering hebben we ruimte ingecalculeerd voor een Q&A. Dus mocht je die hebben, schrijf ze alvast op. En op een gegeven moment als ik zeg, ja, it's time for Q&A, stuur ze dan alsjeblieft toe. Zeg naar wie je vraag is en dan kan ik hem hier aan tafel stellen. Want het is een conversation die we zo hebben en zo. Dus laten we dat doen. Vandaag gaan we vooral kijken naar clipcultuur, videoclips. Je kent ze. Je hebt vast een favoriete. Je hebt er eentje die je altijd blijft bijstaan. Het is alsof je een nieuwe kino hebt gezien. Je wil het erover hebben. Maar wie zijn die mensen die daarachter zitten? Hoe komen ze daar? Wat was de weg ernaartoe? Waar sta je nu? Hoe, wat, waar? We gaan het er allemaal over hebben. Want een videoclip is niet meer zomaar een klein dingetje. Het is een gamechanger voor de artiest, maar ook voor de makers van. En ik heb hier mensen aan tafel zitten die dat helemaal snappen. En ik ga ze nu aan je voorstellen. Ik heb onder andere Pearl Minaj. Applaus voor Pearl. Oh, wat leuk ze doen mee. Pepe Favela, ook een applaus. Zij zijn bekend van Frames. Het is een groter team, maar jullie twee zijn de chosen ones die vandaag hier komen zitten. En daar tegenover heb ik Mario Gonçalves. Applaus, geef hem ook een applaus, toch? En wij gaan vooral in gesprek over clips. Clipcultuur, jullie snappen dat helemaal. Jullie ownen dat helemaal, zeg ik. Met een kleine, kan ik dat zeggen, eigenlijk best wel. Daar zijn natuurlijk, komt van alles bij kijken. En daar wil ik het vooral met jullie over hebben. Ik ga beginnen bij Frames. Want Frames is, als ik het bescheiden mag zeggen, niet niks. Binnen een aantal jaar hebben jullie meer dan 500 video's gedropt. Van een bepaald label hebben jullie volgens mij de helft van de artiesten maken jullie video's voor. Jullie flippen die game. Als ik je naam drop, dan zeggen mensen ja man dit, ja man dat. En dat vind ik super dope. En dan zit hier co-owner en producent Pearl. Super dope. Ik vind het echt dat ik denk, yes, love that. En Pepe, of moet ik helemaal zeggen, is het Pearl Minaj en Pepe Favela? Dat zijn wel de hele namen, toch? De hele namen, ja. Oké, dan houden we ons daaraan. Pepe, jij bent een student aan de Nederlandse Filmacademie. Klopt. Maar ook werkzaam in het veld. Ja. Busybody. Ja. All right. Ik regisseur in het veld en ik ben scenarist op de Filmacademie. Nice. En als ik heel even naar het begin mag gaan, even voordat mensen een beeld hebben. Of nee, wacht. Ik ga jullie eerst een beeld geven. Voor de mensen die toch een kleine opfrisser nodig hebben. Frames, wat, hoe ziet dat eruit? We hebben een kleine tester voor jullie. Kijk mee. Yes. Frames. Pearl Minaj, als ik bij jou mag beginnen. Waar begin voor jou? Want jij bent, als ik mag quoten en wat ik heb opgevonden, jij bent de heartbeat van Frames. Jij hebt er leven in gepompt en met z'n allen dragen jullie dit, maar jij bent wel echt die heartbeat, right? Ja. Kijk, ik werk met alleen maar creatievelingen. Mm-hmm. En zeg maar het stukje organiseren, ja, dat kan ik gewoon niet aan de mannen overlaten. Het gaat helemaal fout. Dus heartbeat. Kijk, mijn rol is eigenlijk altijd geweest alles gewoon plannen en organiseren. Komen jobs binnen, wie kan hem doen? En eigenlijk het hele regelgedeelte daarachter. En wat
ook te maken heeft met het bedrijf. Ja. Dus alle administratie, alles wat daarbij komt kijken. That's you. Ja, dat ben ik eigenlijk, ja. Maar dat is niet niks. Nee, dat is het zeker niet. Maar ik hou wel van de uitdaging. Ik hou van hard werken. Werk is eigenlijk gewoon echt mijn leven. Ik geniet er ook van. Dus het voelt dan gewoon makkelijk aan. En zeg maar, toen je erin stapte, hè, had je al het idee van waar jullie nu zijn bijvoorbeeld, daar wil ik naartoe? Of ging je gewoon van, weet je wat, ik wil gewoon mezelf surrounden met creatives en daarmee zien we wat er komt? Ja, eigenlijk het laatste. Ik had zoiets van, ik zei het net ook al tegen Mario, van het begon eigenlijk meer als een hobby. Mm-hmm. En Frames is echt opgekomen toen de New Wave ook is opgekomen. Dus ja. Het moment dat alle artiesten de lucht ingingen en echt geld begonnen te verdienen. Ja, was Frames op dat moment daar. Dus ja, wij kregen gewoon al die jobs en begonnen ook geld ermee te verdienen. Ja, ja. Dus ja, van een hobby werd het gewoon eigenlijk een serieuze job. En ja, doordat we gewoon heel snel konden werken. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je gewoon goed communiceert met je klanten. Afspraken nakomt. Dat ging gewoon bij ons altijd wel heel lekker. Waardoor de werkrelaties gewoon tevreden waren en terug bleven komen. En, mm-hmm. Ja, op een gegeven moment werden het zoveel jobs dat we gingen uitbreiden met meer regisseurs erbij en ja. Want hoeveel regisseurs zijn er nu onder de team? Ik denk een stuk of 7. Nice. Ja. En dan hebben we nog gewoon cameramannen die dan ook gewoon van die kleine jobs gewoon kunnen doen waar geen regie bij nodig is. Wauw. En even kijken, we hebben denk 4 producers, ja. Het is gewoon even zo. Changing the game, step by step. Beginnen met 5 en dan met 7 en dan ja, met 10. En voor je het weet, hebben jullie een heel team, een heel stagiaires. Team. En, fantastisch. Ja. Maar wel heel tof dat je toch inderdaad van die hobby, waarvan je denkt, weet je wat, we gaan dit gewoon doen. Maar ook een case of right place, right time. Ja, want precies. Toen de New Wave ging, waren jullie daar om te zeggen, catch this wave. Ja, ja. Ja, klopt. Super lekker. En Pepe, hoe is dat voor jou een beetje gegaan in het begin? Ja, ik was eerst veel meer in de filmkant. Ik maakte korte films. Mm-hmm. En ja, ik had 1 keer een videoclip gemaakt, gewoon om het uit te proberen voor de vriend van mijn zus. Zo begon het. En ik kende Kayo en Jonas, kende ik al heel lang. Jonas en Kayo, die waren ook medeoprichters. Mm-hmm. En die zagen die video en we waren een keer aan het chillen. En toen waren ze van, waarom kom je niet gewoon bij Frames? En Frames was toen al iets hoger, die deed al heel veel video's. Mm-hmm. En ik dacht, ja, wil ik wel, dat is eigenlijk niet echt wat ik wilde, maar ik ga het wel gewoon proberen. En toen ben ik daar eigenlijk vol voor gegaan. En van kleine video's steeds meer naar gewoon meelopen. En uiteindelijk mijn eigen dingen gedaan, steeds grotere budgetten. En wat was het voor jou dat je dacht van, weet je, nee, want ik wil films maken. Maar ik denk dat je, hè, je bent het veld ingegaan, je hebt het meegemaakt wat ze doen. Mm-hmm. Dat je dacht, nou man, ik wil dit wel. Nou, het is zo'n kort, het is een video van 2-3 minuten. Waarin je echt kan experimenteren en dingen kan proberen. En je kan kleine verhaaltjes vertellen of je kan hele conceptuele dingen doen die je eigenlijk helemaal niet met film kan doen. Mm-hmm. En dat vond ik vet, om gewoon echt te experimenteren en te kijken wat er allemaal mogelijk is. Ja, nice. En ik kan me voorstellen dat dat ook groeit in de jaren. Het soort video wat mensen willen maken, het budget wat erbij komt kijken. Ja, gewoon überhaupt de manier waarop je te werk gaat daarbinnen, zeg maar. Ja, ja, het is echt van zelf dingen doen, mm-hmm, naar echt een heel team om je heen hebben. De lakens uitdelen. Oké, maar ja, dit moeten jullie doen. Zorg voor dit. Kijk, ja, we begonnen natuurlijk allemaal gewoon met zelf doen en zelf nog produceren. De eerste korte films was ik zelf aan het hustelen ervoor. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk kom je er wel een beetje achter waar jij goed in bent en wat je echt wat beter is als je dat uit handen kan geven. En als regisseur wil je gewoon uit handen geven wat jij vindt dat andere mensen beter kunnen of waar andere mensen weer hun visie in kunnen stoppen. Ja, zodat iedereen gewoon, yeah, in zijn kracht staat vandaag. Ja. Nice. Ik ga even, over regisseur gesproken, naar onze andere tafelgast die helemaal snapt ook dat je inderdaad verhalen kan vertellen. Mensen kan belichten met
nou ja, film met camera. Je bent regisseur, creative director en co-founder van de advertentie agency Recent. Of Recent? Recent. Hè? Recent. Recent. Recently. In heel veel talen kan je het hetzelfde uitspreken. Yes. Hoe is het voor jou om in filmwereld te werken, te leven? Was dat altijd al een droom? Ja, het is een beetje heel natuurlijk eigenlijk overgekomen. Ik kom uit Aruba. Mm-hmm. Ik kwam uit een middenklasse familie en daar was er eigenlijk bijna niks. Grappig genoeg, ik wilde eigenlijk piloot eerst worden. Ja. Ik ging zelf naar Amerika met mijn moeder een keer om opleiding uit te zoeken. Maar toen hoorde mijn moeder die prijs en dat kon ze echt niet betalen. Shit. Dus toen viel ik eigenlijk op mijn hobby. Ik hield van tekenen toen, designen. En zeg maar Adobe Suite was altijd een dingetje waarmee ik speelde daar. Eigenlijk heb ik alles zelf geleerd daar op Europa via YouTube en zo. En toen ging het een tijdje heel hard. Ik kreeg scholarships in Amerika. Werkte ik. Voor je designs wat je maakte, zeg maar? Voor film. Oh, dus shit. Eigenlijk, ik maakte gewoon een YouTube show in Aruba. En toen ging ik met mijn vrienden van de hoed gewoon even toeristen pranken. Oh. En op YouTube zetten. Oké. Ja, maar toen was YouTube nog een taboe daar in Aruba. Dus heel veel mensen, als je op tv komt, is het was zo'n het een ding? Rare ding, weet je. Maar ja, wij waren, ja, ik denk wel de eerste die dat deden. En zeg maar met steun van de Europese regering ook kreeg ik scholarships. Ik denk dat ze ook een beetje zat waren, dat de toeristen. Ze denken, we moeten die jongen van het eiland afhalen. Ja, maar ja. Ze zagen wel talent. Want dat is eigenlijk, wat ze zien, oké, maar jij kan hier iets. Laten we hem die kans geven. En je took with it. Ja, ik denk... destijds nam ik het ook nog niet zo serieus, totdat ik de eerste keer in Amerika kwam. Ik ging eerst voor cinematografie, stond ik bij de DOP van James Bond, Quantum of Solace, een ASC cinematographer. En het was een les met gewoon een volgebouwde Ari, wat ik nooit eerder had gezien, dus je moet gewoon denken... Je loopt met blote voeten in Aruba, chillen gewoon. En dan zit je daar met een camera van 500.000 destijds op je schouder. Wow. En hij heeft me geleerd dat films wel een impact kan maken. En sinds die tijd liep ik met dat mentaliteit. En toen ik naar Nederland kwam, kwam ik met ervaring uit Amerika. Dus ik was gevraagd voor New Wave. Was ook een tijdje waar ik had begonnen. Ik werkte vroeger met Mike Static als DOP. Mm-hmm. Hij is ook een klassieker eigenlijk in de music video game in Nederland, zou ik zeggen. Ze hebben voor heel veel mensen gedraaid eigenlijk, al de beroemde rappers, Lil Kleine, Chef P destijds, Ronnie Flex. Maar toen viel het me toch op dat, omdat ik design deed en ook andere dingen deed, dat we misten eigenlijk iets meer in de creative direction. Zeg maar, niet alleen een clip maken, maar laten we ook daarbuiten ook iets toevoegen. Of, ja, storytellen, maar ook in de branding. Ook hoe de artiest zich portretteert op Insta, alles. Okay. Dus we wilden eigenlijk dat meer gaan doen. En daar is ook Recent voor ontstaan. Samen met mijn partner die daar achter de camera zit, Valentino. Hi. Valentino! Ja, en hij doet meer graphic design en zeg maar dat combinatie van, weet je... Iemand uit de filmwereld en grafisch om samen te brengen. Daar heb je ook een heel wide range wat je kan offeren aan klanten. Absoluut, maar bij jullie alle drie zeg ik dan, of beide van bedrijven. Wat jullie aanbieden is heel... Jullie zijn sowieso de voices van nu. En dat weten jullie in beeld brengen. Ik kan me voorstellen, inderdaad, voor bedrijven is dat very interesting. Maar die voice van nu, die blijft ook changing. Hè? Het is hetzelfde als die new wave op een gegeven moment een ander soort geluid krijgt of whatever. Hoe houden jullie dat in de gaten vast of groeien daarin mee? Wat ik bij ons eigenlijk een beetje merk is, we hebben natuurlijk ook stagiaires. Mm-hmm. En stagiaires die zijn natuurlijk wat jonger. Ja, ja. Die blijven ook hangen. Het team wat ik sowieso heb, is het nog best wel jong. Allemaal in de 20 en zo, dus... Ja, het gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Het is een natuurlijke flow van...
Ja. Want ja, zij leven dat. Ja. Dus dan krijg je dat ook... Ja, ik denk dat je ook gewoon door de dingen die jou om je heen inspireren, mm-hmm. die bewegen ook, die gaan ook naar voren. Ja. En ik denk dat je dat onbewust ook meeneemt in wat je maakt. Mm-hmm. Dat ja, de video's die ik 2 jaar geleden maakte zijn weer zo anders dan nu. Doordat ik door de dingen om me heen die me inspireren ook meeneem daarin. En ik denk dat het een heel groot soort van bewegingspatroon is van iedereen die beweegt. Mm-hmm. De muziek verandert en wij veranderen ook. Dus alleen maar growth, glowing and growing. Ja, ja, wij proberen zeg maar, het is heel, heel makkelijk om zeg maar in je eigen visie te blijven denken. Mm-hmm. En gelukkig en jammer genoeg zag ik zeg maar heel veel mensen tijdens mijn carrière die dat ook vasthielden. En als ik nu kijk, oké, waar zijn deze mensen? I don't know. Zoeken. I don't know. Dus ik denk dat dat is een van de meest belangrijke dingen eigenlijk. Om van je eigen ding soms te laten gaan en van nieuwe mensen eigenlijk te leren. Mm-hmm. En je ziet dat ook, hè, zeg maar, de old school rappers toen de new wave kwamen. Waren ze heel koppig, maar ja. Nu zijn al die old school rappers zitten ook erbij. Ja, dus, ook allemaal autotune. Ja, snap je? Dus toen autotune kwam en iedereen gebruikte autotune. Zelfs de beste zingende artiesten gebruiken mm-hmm. autotune. Maar ik denk dat het ook mooi is, weet je, want we blijven ook innoveren eigenlijk mm-hmm. binnen elke industrie, dus binnen de kunstindustrie mag dat zeker ook. Mm-hmm. Nice. Pearl, ik ga Pearl Minaj, ik ga weer even naar jou. Je bent co-owner van iets wat, I mean, growing is, banging. Iemand zei net, je bent gewoon die hele Russell Simmons van de Nederlandse scene hier zo. Doet dat gewoon in die video. En ik dacht, ja, vind ik nice. Is dat, wat brengt dat met zich mee? Want ik neem aan dat, ondanks dat jullie individuelen zijn, wil je als frames iets vertellen, right? Of iets neerzetten. Wat is dat? Ja, wat we aan het neerzetten zijn, is sowieso dat we gewoon ook een serieus productiehuis willen zijn, die niet alleen maar video's maakt, maar ook commercials, mm-hmm. Docu's, misschien ook films. Elke regisseur bij ons heeft zijn eigen interesses en ook zijn eigen saus, laat me het zomaar even noemen, weet je. Dus ja, dat is wel ergens de goal die we willen gaan behalen met z'n allen. Heerlijk. Dus dat blijft groeien, want inderdaad, film kan op zoveel manieren, kan je verhalen vertellen. En helemaal als je dat in huis hebt, moet je dat gebruiken. Ja. Yeah. En als je kijkt, hè, want jullie begonnen een paar jaar geleden. Jij stapt iets later in. Welke saus heb jij aan frames toegevoegd? Vind je zelf. Bescheidenheid is uit de deur. Own it. Oh, ja. Saus? Ik weet het wel, hoor. Weet je het? Ja. Nou, wat denk jij? Nou, ik heb bij jou altijd wel het gevoel van, als je Peppe iets laat doen, dan kan er altijd wel een VFX extraatje mm-hmm. bij komen. Want dat is ook een soort van power die hij dan extra heeft. Wat anderen niet hebben. En ik vind niet dat jij makkelijk denkt of zo. Het zijn geen veilige concepten die jij bedenkt. Het is wel altijd wat risico's. Ik ga altijd iets verder dan eigenlijk in het budget past. Ja. Heb je daar een heel klein, misschien concreet voorbeeldje van? Nou, eigenlijk elke video. Nee, ja, echt. Ik probeer het wel echt te pushen. En mm-hmm. het is vaak omdat Ik denk niet in budgetten. Ik mm-hmm. denk gewoon in wat ik echt voel bij het nummer en wat ik voor me zie. En in mijn hoofd is het vaak makkelijker dan dat het eigenlijk moet is. Moet je het uit gaan voeren? Ja. Ja, en dat is, het is vaak even strijden ook voor om dat budget te behouden. En, maar daarvoor heb je producenten. Ja, dat, precies, daarom. Dat schuift het zo op naar. Ja. Please, fix this. Peppe, dit kan niet. Ja, het is wel echt... Ja. Maar jullie doen het wel goed. Zou ik zeggen, ik zie zeg maar die VFX ook zeg maar lately in jullie werk. Ja. Het is niet zeg maar dat ik elke dag regie-team dat zeg maar vaak doen. Heel veel mensen spelen juist safe, maar... Je ziet wel die risico nemen, zeg maar, in jullie projecten. Dat kan ik sowieso. Ik denk ook dat het is omdat wij zelf gewoon
begonnen als allesdoeners, weet je wel? Ja. En wat ik vaak zie van de generatie hiervoor is dat ook LA bijvoorbeeld is, alles kost geld en alles. En wij begonnen echt als hustelen gewoon. Ja. Echt iedereen hustelde. Maken met wat je kan, met wat je hebt. Ja, echt, ja. En ik denk dat heeft wel een soort van voorsprong gegeven op creatiever nadenken over oplossingen in plaats van alles gewoon op visual effects bonken en kijk maar. Geld. Ben je ook van het risico's nemen? Ja, het is grappig. Ik zat er vandaag ook over na te denken van oké, frames. What am I gonna bring to the table? Nee, maar het is zeg maar omdat ik altijd zeg maar zelf shit moest gaan regelen. I'm just gonna say shit on the live. Maar omdat in Aruba gewoon niks was en alles gebouwd moet worden. En Valentino komt ook uit Aruba, zeg maar. Dat is ook waarom wij ook klikken, omdat hij die track ook heeft gelopen. Het is een... Je droomt altijd naar dat grote toe. En dat grote was altijd, zeg maar, georganiseerd. Terwijl wij altijd onorganiseerd werkten in Aruba. Yeah. Dus ik had een verlangen naar... Oké, ik wil wel structuur hebben. En... Wat ik leuk vind, wat ik ook zei tegen Pearl daarnet, is ik zag een filmpje van een van de oprichters toen, die gewoon rondliep met een movie en de regisseur deed dat zelf. En ik miste dat ook van vroeger, van hey, je deed wel alles, nu werk je met een volledige crew en zo. En soms blokkeert het jou, zeg maar, de vrijheid, weet je. Trust me, in this industry, everybody complains. Ja, that's the worst thing ever. Maar het is wel dat we nu heel veel, omdat we juist super georganiseerd gingen werken, willen wij juist terug gaan. Naar dat rauw, of tenminste hetzelfde. It's a free world. En de crew die we hiren nu, wij interviewen echt tot aan gaffers. Want het impact the entire sphere. Wij willen dat, zeg maar, die gaffer die met ons werkt, of die assistent, wie dan ook, dat ze zich thuis voelen. En dat we later ook misschien zonder een shoot een beach kunnen gaan pakken en praten. Ja. Want dan weet je ook dat iedereen meehustelt tijdens die shoots. Ja, want ik kan me voorstellen dat en bij jullie vond ik, dat vind ik interessant, als je met een team werkt, je werkt samen. Dat betekent op een gegeven moment, je wordt family. Ja, ups en downs, ins en outs. Hoe hou je dat in gareel? Hoe zorg je ervoor dat iedereen doet wat hij moet doen, maar we nog wel aan één tafel kunnen zitten zonder dat mensen hun hoofd inslaan? Of die ego's gewoon te veel op gaan spelen? Want af en toe is er vast wel even ego. Of niet? Nou, dat vind ik eigenlijk wel meevallen. Kijk, tuurlijk hebben we wel eens gewoon ruzies en zo, maar wat je zegt, je bent een familie, dus het wordt ook weer snel opgelost. Okay, snap nice. Je? Het is niet... ruzie forever of zo. Gewoon dat uitblazen heb je soms ook nodig. En wij werken gewoon heel veel. We zijn echt bijna elke dag samen. Ja. Is het ook bijna elke dag video schieten? Of is het vooral concepten maken? En nee, ik ga de vraag stellen. Hoeveel video's schieten jullie per week? Is dat een vraag? Is dat... Nee, het ligt aan de week. Een gemiddelde week. Nu, of per maand? Nou, nu is het wel wat rustiger door corona, maar we hebben wel gewoon weken gehad dat je gewoon wel 3-4 video's in de week hebt. Wat betekent dat voor jou, in jouw functie? Wat moet je dan doen? Hoe ziet zo'n gemiddelde dag eruit? Gewoon wel heel druk. Maar ik hou er wel van om het druk te hebben. Ja, gewoon onder pressure werken op een of andere manier doet mij dat wel goed. Ik denk dat je dat ook wel hebt als je producer bent, want... er komen elke keer problemen en je moet gewoon heel snel schakelen en in oplossingen denken. Dus ja, ik vind dat zelf wel fijn. En wat ik zeg met, we hebben wel eens ruzietjes, maar het wordt ook weer heel snel opgelost. En we zijn naast het werk ook bevriend met elkaar, dus we chillen ook gewoon. Ik denk ook de ruzies die we hebben gaan vaak over het project, toch? Ja. En het is niet dan een ruzie, want het gaat niet... Het is niet persoonlijk. Ja, het gaat over... Het gaat over iets samen maken. Ja. En als iedereen wil dat op zijn manier doen, maar iedereen wil ook het allermooiste maken. Dus het is altijd, zodra het... Het is voor het product. Zodra de video mooi is, dan is iedereen weer blij. En Nice, nice, nice. Ik ben heel erg benieuwd hoe, want jij zit
op deze school, op de ja. Nederlandse Filmacademie. Jij hebt HKU gedaan. Ja. Je hebt je eigen saus voordat je op school gaat. Je hebt al die camera, jullie hebben die ervaring. En dan kom je in die wereld waarvan ik eigenlijk denk, daar leren ze je denken binnen mm-hmm. een frame. Zeker, ja. Yes. Wat heeft het voor jou toegevoegd? Nou, we hadden het er net ook al over. Ik denk, je moet de regels weten om ze te kunnen breken. Oh ja. En ja, dat heeft voor mij heel erg wel. Ik heb echt enorm veel geleerd hier. Mm-hmm. Door hoe alle films zijn gemaakt, hebben ook vaak patronen. En die patronen die leer je gewoon. En ik denk dat je zelf altijd in je hoofd moet onthouden dat wat hier geleerd wordt, dat is hun visie van hoe hun manier van denken. Je kan het opnemen, maar je hoeft het niet te gebruiken. Ja. En ja, ik denk dat dat voor alle leerlingen, dat probeer ik ook tegen mijn klasgenoten vaak te zeggen, is het hoeft niet zoals ze het hier leren, maar neem het wel binnen. Ja, besef het dat het kan, maar maak er je eigen ding mee of pas het toe waar het nodig is. Ja, ja, en ik denk dat dat is ontstaan omdat ik voordat ik naar school ging, was ik heel erg aan het twijfelen of ik wel naar school wilde gaan. Omdat ik wilde niet gemaakt worden. Ja, 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 inderdaad. Ik wilde gewoon vrij blijven. Alleen, ik had toen een gesprek met iemand en die zei gewoon, neem het op, je bent een spons, neem het op en je hoeft het niet te gebruiken. En zo ben ik er eigenlijk gelijk ingestapt. Nice. Ja. En is dat dan zo, want je bent ook heel erg actief in het veld. Hoe kijken jouw klasgenoten naar jou? Ben jij die guy die werkt, dus jij hebt die info, toch? Jij hebt die gouden tips. Dat vraag ik me ook af. Ja. Ja, ja, iedereen weet het wel. Mm-hmm. En ik denk dat er soms dan ook een beetje juist op de andere manier naar wordt gekeken van, oh, jij weet het wel allemaal. En, maar is er haters? Zijn er haters nee, in de klas? Nee, het zijn geen haters. Er zijn geen haters, zeker geen haters. No, maar van, jij weet het. Soms voel ik wel, maar dat is denk ik persoonlijk, dat ik dan nog meer moet bewijzen, omdat ik moet bewijzen dat ik hier wel ben om te leren. Ik weet niet alles. Mm-hmm. I don't know the answers. You ain't got the answers and I ain't got them. You ain't got the answers. Maar dat is wel echt zo. En ik ben hier ook om te leren. Ik ben gelijk aan iedereen. Dus nice. Ik probeer dat een beetje aan de side te houden. Ja, dus vallen jullie die man niet lastig in de klas? En hoe is dat voor jou? Want toch, wat brengt dat voor jou? Die school, die... Ja, het is wel herkenbaar wat hij zegt. Omdat ik... in mijn opleiding was ik ook best ervarend in de buitenschool eigenlijk. Mm-hmm. Het bedrijf was opgericht tijdens mijn opleiding. Maar het is grappig wat je zegt, want ik ging juist naar school omdat ik een idee had van ik wil dit skill gaan opbouwen. Voornamelijk scenario's schrijven en regie van echte films. Mm-hmm. Maar school, in plaats de HKU, wat ik ook nice vind, is ze hebben mij opgebouwd door mij te breken. Dus ze gingen echt je artistieke, je artistic side eigenlijk testen en kijken. Is wat je wil, is dat gewoon een droom of is dat echt wie je bent? Oké. En aan het einde, bij mijn afstudeerfilm, dacht ik, ik moet iets maken om in Nederland te blijven wonen, om te surviven. Ja, ja. Want ik heb geen familie hier, mijn familie is in Aruba, dus ik dacht, oké, wat ga ik maken dat de Nederlands dat binnen deze industrie gewoon nice kan passen. Mm-hmm. En ik raakte mezelf kwijt eigenlijk, mm-hmm. dus toen ging ik echt naar mezelf kijken van, wat voor verhaal kan ik brengen. En dat was best een uniek verhaal die dan de HKU Awards heeft gewonnen voor de meest artistieke afstudeerfilm. Patron, is dat die? Ja. Nice. Super nice. En was dat dan vooral naar jezelf een yes, zie je wel, of naar hun? een beetje van beide mag? Ja, kijk, als dat is de eerste gedachte. Dat, ja. Als je klaar bent, fuck everybody. Ja. Nee, maar ik denk dat het een leerzaam moment was en het is altijd... En Valentino doet ook nu de HKU en hij gaat ook mee door dat stress van, ik zeg, het is part of the process, weet mm-hmm. je, zo leer je jezelf beter kennen, het is gewoon alleen maar voor de beste.
Dus ik heb wel liefde voor die docenten die mij hebben gepusht. En ik hou ook van de pittigste docenten, daar hou ik echt van. Ja, die pushen je weer. Mm-hmm. Ja, dat is echt die challenge. Ik had een begeleidende docent die echt... ik had haar gepusht, zij heeft mij gepusht. Jullie hebben elkaar goed naar die finish gepusht. Maar bij het einde waren we wel, zeg maar, super close en super tevreden. En dat vind ik heel mooi, van dat soort relatie met je docenten die jou echt... ze maken het makkelijk voor jou. Ja. Wat is voor jou en voor jullie beiden, vooral wat je uit je schoolcarrière of je schoolgaande leven hebt gehaald, wat echt een goede tip is gewoon, de studenten die kijken, dat ik zeg, dit helpt mij wel bij de video's die wij nu maken of de verhalen die wij nu vertellen. Het kan een heel simpel, concrete tip zijn of een, maar we willen een beetje van die tools die we in de pand. Ik denk heel erg, waar ik nu ook heel erg mee bezig ben, is... maak de dingen die echt van binnen in jou komen. Mm-hmm. En maak niet dingen die een soort... Hot zijn. Ja, hot zijn, maar ook de regels volgen, zoals op school. Oké. En echt, maak gewoon wat je voelt. En denk niet te veel na over wat de stapjes zijn. Mm-hmm. Wij mensen zijn natuurlijk gewoon... daar komen de films vandaan, dus laat dat ook toe. Ja. Dus durf de regels te breken. Ja, zeker. Maak ze zelf. Ben je van het zelf regels maken, Pebble? Of course. Ja. Allemaal regels. Ja. Heb je voor jezelf vaste regels, vaste werklijst? Oké, maar dit is standaard. Als je met mij werkt, hou in ieder geval rekening met 1, 2, 3. Ja, dat heb ik wel. Maar het zijn een beetje algemene regels, denk ik. Ja, sommige gewoon bijvoorbeeld, ik hou echt niet van troep op de set. Het moet altijd netjes zijn. Ook qua boodschappen bijvoorbeeld. Het klinkt misschien een beetje raar of zo, maar ik koop altijd boodschappen die ik ook zelf zou kopen. Ja, ik ga niet zelf naar de Aldi. Het is niet bij mij in de buurt. Ja. Dan zou ik misschien wel gaan, maar ik koop gewoon altijd dingen wel van aanmerken. En dat wil ik ook aan andere mensen geven. Dus ik wil dat catering altijd super netjes is. Yes. Als je een broodje maakt, het moet er gewoon uitzien. Alsof het van, weet ik veel, Bakkerij Bart komt. Gewoon netjes en representatief. Ik vind dat belangrijk. Catering is belangrijk. Ik vind dat gewoon. Ja, eten is gewoon heel belangrijk. En kijk, nog steeds worden we voor de video's onderbetaald. Mm-hmm. Dus dan wil ik dat kleine beetje eten waar mensen blij van worden, dat wel gewoon... goed is. Dus, absoluut. Ja. Geef de mensen dus niet wat je zelf ook niet zou willen. Ja, precies. Nee. Ja, catering is super belangrijk. Vooral als je mensen niet kan betalen, hè? Ja. Je bent er piep mee. Mensen hasselen als je ze lekker eten geeft. Ja. Echt waar. Absoluut. En je weet ook de grenzen, want op een gegeven moment als mensen heel veel honger hebben, dan merk je dat er echt ruzies ontstaan. Wat is de ergste ding die jullie ooit op... Die juice. Ik heb een keer droge pasta zonder een of andere meat. Oh, echt? Gewoon pasta? Gewoon droog. Ik zag dat zonder saus? Ik nam het niet eens. Nee. Dat kan echt niet. Dat is wel heftig. Wauw, wat was jullie lowest? Nou, dit is niet bij Frames, want Frames is altijd helemaal niet top. Bij Frames. Nee, niet bij Frames. Die was ook niet bij Reese. Dat is sure on that. Nee, dit was niet bij Frames. Dit was een korte film. En dat was, denk ik wel, de ergste. Het was rijst met een soort gele iets. Ik weet niet eens wat het was. Het was geel. het was droog en het was echt... ik heb het gewoon niet gegeten. En dat is zuur, want dan heb je de hele dag weer honger. Ja. Maar je gaat het ook niet eten. Ja, maar het is wel iets wat dus inderdaad wat je niet over het hoofd moet zien. En helemaal, hè. Kijk, je hoeft niet... Je hebt niet altijd, volgens mij, heel veel geld. Nee. Maar als je genoeg creativiteit, of in ieder geval common sense, we zijn met mensen, we zijn hier, weet ik veel, een hele dag. Je moet in ieder geval... Zorgen dat de sfeer goed blijft. Eten is daar een belangrijk factor van. Ja, ik ga gewoon naar de markt. Dan ga ik fruit halen. Op set maak ik fruitbakjes voor iedereen. Nice. Of scroppino's heb ik wel eens gemaakt. Gewoon. Het moet wel. Ik ben lief bij Riesel. Om even dan in het stukje budget te gaan. Hè? Als je kijkt naar waar jullie begonnen. Het was gewoon for the love of art. Gaan maken. Maar op een gegeven moment komt de money in het spel. Wat changed dat aan maken, aan denken binnen het team?
Oh, als je begint met budget krijgen. Mm-hmm. De eerste keer was het gelijk van, dan denk je dat je een Martin Scorsese productie. Ik ben aan het lachen, dus er zit een tory achter. Precies wat Pepper zegt, van wanneer je dan bijvoorbeeld 5.000 krijgt en je hebt altijd misschien 500 gehad, mm-hmm. denk je ineens van, ik heb bijna 30.000 euro. Ze gaan heel groot denken, terwijl... Explosies, auto's. Ja. Dat is toch relax, niet... Relax, precies. Want wat is de gemiddelde prijs van een video? Is er een gemiddelde prijs van een video? Nederland... Ja, het verschilt wel. Ja? Maar, ja, het verschilt. Nu is het minder. Wat is de top 3? I don't know. Wat zei je? Zeg, wat is de top 3 van prijzen? Oh. Gemiddelde video kost 10.000. Tussen de 8 en de 20. Ja. Nu niet echt meer boven de 15. Laten we zeggen tussen de 5 en de 20.000. Ja. We hebben het over kaas trouwens. Ja. Ja. 25.000. Ja. Wij doen minimaal de 5 ook. We gaan niet lager dan. Nee. Dat is ook echt een speciaal project die je neemt als je tijd hebt. Ja. Oké, dus ik moet minimaal 5.000 hebben. Als ik zeg, weet je, want dan waarom per se die prijs? En dan moeten wij ook tijd hebben voor zo'n project. Dus omdat we gewoon, lager dan dat, kunnen we niet zorgen dat wij genoeg tijd en mensen investeren om echt iets ook dope te leveren waar wij ook achter staan. Mm-hmm. Ja, dus jullie kwalitatief willen jullie kunnen leveren en dat is... Ja, en dat verdienen wij zelf van Recent, ik en Valentino sowieso, niks aan. Mm-hmm. Dus dan is het echt om een artiest te helpen opbouwen in de hoop van het is een investering om in de toekomst zorgen dat die artiest ook groeit. Ja. Ja, ik herken het. Ja, het is, je wilt ook niet op een gegeven moment, kijk, we hebben heel vaak kleine dingen gedaan. En op een gegeven moment wil je even die standaard zetten, omdat je wilt je portfolio ook groter maken. En je kan gewoon op een gegeven moment, kan ik niet meer onder die 5.000, kan ik niet echt maken waar ik nu zit met mijn hoofd. Precies. En ja, je krijgt gewoon niet betaald anders. Dan moet het echt een nummer zijn wat je echt voelt en dat echt... Sporadisch, zeg maar, als uitzondering erop, want eerlijk, jullie werken ook. Dus jullie werk, jullie zijn artiesten, jullie zijn makers. Ja. Je moet jezelf inderdaad ook... Niet in de vingers gaan snijden, je moet jezelf uit kunnen betalen. Ja. That's not cheap. Nee. Damn. Maar mooi. En ook heel fijn om op een gegeven moment te weten, toch? Zonder dat je zegt, nee, dat is beneath me. Maar gewoon om realistisch te houden. Dit is wat wij, op dit niveau zijn we nu. En we willen daar niet onder zitten, want... Ook voor de artiest niet. Nee, voor de artiest, voor je naam, voor je portfolio, voor de whole shebang. Ja. Ik vind het een moeilijke ding, want vooral bij labels eisen ze heel veel, vaak. En dan, je wil natuurlijk service aanbieden. Dat is ook iets waar wij echt achter staan. Als, als wij zeggen, joh, je krijgt zoveel revisions, we staan ook achter. We gaan ook zorgen dat jij gewoon de hele proces van begin tot einde, ga je gewoon als koning voelen. Maar dan moet je ook een koningprijs betalen. It costs something, maar dan krijg je wel... De full service erbij. En je kan ook niet verwachten dat je dat dan allemaal zou krijgen als je daaronder zit. Want dat is ook weer iets. En ja, je wilt ook gewoon nieuwe edits maken. Je wilt ook feedback krijgen. En je wilt ook uitgedaagd worden. Maar dat, op een gegeven moment, je kan niet blijven rennen wekenlang voor... Nee, dat snap ik. Ja. We hebben het gedaan. We hebben het zeker gedaan. Ja, maar op een gegeven moment, anders ga je jezelf voorbij. Ja. Dus dat kan niet meer. Ik ben heel benieuwd of er al vragen zijn van de mensen thuis. Yes, er zijn vragen van de mensen thuis. Mag ik een vraag van de mensen thuis? Yes, zeker weten. We hebben een hele goede vraag van Anastasia. Anastasia heeft een vraag en die luidt... En de vraag luidt, hebben jullie wel eens een muziekvideo gehad die de artiest uiteindelijk niet wilde releasen? En hoe gaan jullie daarmee om? Also, gebruiken jullie dan wel voor in jullie portfolio? Oké, ik moet hem even denk ik herhalen voor de mensen thuis. Hebben jullie wel eens een video geschoten waarvan de artiest zegt, not gonna release this. Hoe ga je daarmee om? En gebruik je hem eventueel dan voor je eigen portfolio? Ja, ik heb 2 video's. Of nee, 3 video's zelfs. Damn bro, that hurts. En ze zijn ziek, ze zijn echt heel hard. Alleen... Soms gaat het niet mee. Het heeft ook want je bent een videoclip aan het maken voor een artiest. En een artiest heeft ook dingen die hij wil releasen. En qua nummers ook wat hij wil releasen. En soms gaat dat een beetje verkeerd. Dan zijn ze iets te enthousiast over een nummer. En dan komt hij eigenlijk nooit meer uit. En dan blijft de video gewoon liggen. Ja. En dan moet je dat dan ook gewoon zeggen.
forget about it? Of zo van, hey, maar wil je deze echt niet uitbrengen? Ik heb het, ja, je probeert het wel te pushen natuurlijk. Ja? Want het sommige video's zijn, die wil ik gewoon echt heel graag in mijn portfolio doen. Ja. Ja. Heb je dat wel eens gehad? Nooit dat het niet gereleased wordt. Maar wel, dat zou zij zeggen, artiesten hebben gewoon hun planning, hun release schedule. We hebben nu 2 video's die we vorig jaar hebben gemaakt die nog moeten uitkomen. Mm. Vandaag gaan we wel een teaser zien van eentje, denk ik. Ja. Of hebben we net gezien. Ja, kijk, soms heb je wel, in terms of, ik denk dat misschien die vraag ook een beetje aan de creative side gaat. Mm-hmm. We hebben wel een reshoot een keer gehad. Okay. Dat kwam weer door budget. Dus we hebben een concept gemaakt die best gelimiteerd was door budget. Mm-hmm. En toen we het hadden geleverd, zei de label wel, hey, we willen toch wel deze extra scènes draaien. Dus toen was er meer money? Toen was er iets getoverd. Okay. Er was opeens meer geld. Maar ja, dat maakt het proces veel moeilijk voor iedereen, weet je. Kijk, ja. Wij konden, als je vanaf het begin dat had afgesproken, konden wij tenminste iets eten. Ja, precies. Ja. En trouwens, over inderdaad die video, je mag wel een snippet laten zien. Want we hebben een stukje video van iets wat nog gereleased moet worden. Ja. Super strak. Kijk even met ons mee. Kijk mee. Cuando estoy contigo la paso bien, paso bien, paso bien. Cuando estoy contigo la paso bien, paso bien, paso bien. Cuando estoy contigo la paso bien, paso bien, paso bien. Cuando estoy contigo la paso bien, paso bien, paso bien. Ya no tengo duda. Yes, want waar we net naar hebben gekeken is een video van opkomende artiest. Ja, Nicole Manzo. Mm-hmm. En dat is wat we nu vaker doen. We werken met opkomende artiesten die misschien net een label heeft gevonden of in het proces zijn met publishing. Vooral artiesten die internationaal potentieel hebben. Mm-hmm. Dus in de talk zijn, vaker zijn het Sony Latin Music. De Latin market wordt steeds meer bekender. Mm-hmm. En we hebben zeg maar een nieuwe manier gevonden om te werken met artiesten. En dat is een soort mediator tussen de artiest en de label. Dus in plaats van dat label naar ons komt, we werken direct met de artiest om hun creative direction te bedenken. Dus ook design, zeg maar, zoals ik net zei, hele branding, post die later online komt, promo. En dan schakelen zij ons met de label om echt naar de statistieken en nummers te gaan kijken. Dat is dus die deel van die creative direction. Wow. Dus we gaan targets bedenken eigenlijk voor, wat wil de label bereiken met de artiest? De artiest qua cijfers, wie is de doelgroep, wie willen ze aanspreken? En dan gaan wij ons eigen onderzoek doen van die demographics en die social graphics. Kijken wat voor gedrag deze mensen hebben, wat voor opleiding, wat ze tof vinden deze dagen. Jullie gaan gewoon helemaal erin. Ja. Jullie zoeken het helemaal uit, zodat je weet, oké, but what do they want? Ja, maar ook strategisch. En, want dat vind ik missen eigenlijk qua labels altijd. Labels komen vaak met hun eigen ideeën en dan hoor je van de artiesten, het is toch totaal anders. Maar de labels eigenlijk, ik denk dat zij gewoon cijfers willen behalen. Ja, maar, it's a business. Precies, ik kan me heel erg voorstellen dat jij daar vaak mee te dealen hebt. Labels hebben een visie, een artiest heeft een visie. En jullie moeten daar een vertaling van vinden. Wat is het dat je zegt, ja, dit gaan we doen? Ja, meestal is het eigenlijk de artiest en een regisseur. Mm-hmm. Die gewoon samen tot één gezamenlijk idee komen dus. Niet echt het label die daar... Dus dat is niet te veel. Dat kan je gewoon zeggen. Nee. Het is minimaal dat het label, zeg maar, bemoeit met het creatieve gedeelte. Is er iets waarvan je zegt, superleuk, maar dit ga ik nooit vastleggen? Dit doen we gewoon niet. Toch? Een concept, een idee, een verhaal? We hebben wel recent... hadden we ook een aanvraag en dat had dan te maken met die drillrappers. Waarbij dan, ik weet niet precies, ik heb dat niet echt heel goed gevolgd, dus ik weet niet alles daarvan. Maar volgens mij heeft dus één groep iemand vermoord. Mm-hmm. En dan wilde dus die andere groep daarvan, die wilde dus een track uitbrengen. Waarbij ze, weet ik veel, bodybags en weet ik veel wat allemaal. En ik zei al van, met dat wil ik gewoon niks te maken hebben, weet je. Mm-hmm. Dus gewoon iemand heeft zijn kind verloren. Ja, ja.
En ik ga niet, zeg maar, een clip daarvan maken hoe de ander daarover praat alsof het stoer is. Ja, dus, ja. Verheerlijking van geweld, ja, nee, en dat soort dingen zeg je, oké, tijdens de lijn. Ja, dat is echt een grens, ja. Heb jij ook iets waarvan je zegt, dit zou ik sowieso niet doen, dit is, hoef je mij niet voor te vragen? Ja, omdat wij ook heel aware zijn in de eigen producties die wij als bedrijf willen uitbrengen, zoals films, die cultural impacts hebben. Kijken we sowieso altijd naar de concepten die we met films maken, of het aan onze ook normen en waarden voldoen. Ja. Zoiets zal ik ook zeker niet nemen, omdat we willen juist... Het is hoe de youth heeft een bepaalde... iets spreekt hen aan, snap je? Mm-hmm. En die wereld is hard, sowieso. Maar er zijn ook andere manieren, positieve manieren om binnen dat wereld zelf... Weet je, een message te geven aan de jongere generatie. En ik denk dat is juist de challenge. Dat is juist de mooie extra stap die je kan gaan in je onderzoek. Om echt iets te vinden wat dan ook een impact kan maken. Maar ook dat kan competen binnen die scene. Ja. Want is dat ook, kan ik me voorstellen, hè, wat ook komt bij groeien binnen een bedrijf. Maar ook groeien als maker. Eerst denk je gewoon lekker gaan los. Huh? Dan ben je meer aware van wat er gebeurt in de wereld. En dan wil je een ander verhaal vertellen. Ja. Zijn jullie heel erg bezig met wat er gaande is in de maatschappij? Of hè, verhalen die jullie op, zeg maar, entertainment, maar educatie. Ja, ik ben er veel meer mee bezig dan eerst. Maar dat is ook omdat ik met film veel bezig ben. En in film wil je natuurlijk ook echt iets vertellen. En je hebt ook een soort... Ja, je bent verplicht eigenlijk ook, vind ik, om daarover na te denken. Over wat je uitzendt of wat je maakt. En bij videoclips heb ik dat nu ook, dat ik dat meer ook nadenk over representatie van vrouwen bijvoorbeeld. En dat soort dingen. Daar probeer ik ook meer in aware te zijn en ook eigenlijk niet meer dat soort dingen te doen. Right. Welke website houden we in de gaten? Of Insta? Frameproductions.com. Insta zelfde. Pepe Favela. Personal plug. Yes. Pepe Favela, Pearl Minaj, ontzettend bedankt voor wat jullie doen, hoe jullie doen. Hou die mensen, maar vooral ook elkaar scherp. En thanks, man. Ik denk wel dat jullie hele mooie tools hebben gedeeld met de kijkers. Jullie ook. Wat fijn dat jullie naar onze eerste... Allereerste editie hebben gekeken van Focus. Ik hoop dat je focus erbij staat. I hope you are focused op wat je wilt gaan doen. En sowieso, hou de website in de gaten, zodat je de volgende keer weer focused bent. Anas, dankjewel. Tot ziens.